Goedemiddag en welkom bij het weer van morgen. We staan hier op Dragon Roost Island. Sorry, er zit even iets aan. Zoals jullie zien is het een mooie Windows 95 weer. Waardoor dat we dus een mooie blauwe lucht zien met dunne witte wolkjes. Waarom moet ik nou elke keer over Windows 95 praten? Geen zin in. Dus... ja! Goedemiddag, welkom terug bij de nieuwe aflevering. Let's play, dan leid je dan zelf dat de wind weken. Sorry, ik vind dat zelf weer, maar jullie vinden dat zelf een gebeuren zo leuk. Dus daarom moest ik het nog een keer doen. Dus dat denk ik maar het weer mag gebeuren. In de vorige aflevering zijn we bij Dragon Roost Island aangekomen. En naar een Swiftse zeiltochtje te hebben gehad. Zijn we dus hier onze held, de postbode, tegengekomen. En die heeft ons gevraagd om heel eventjes hier binnen toe te gaan. En ik heb nog wat leuke onderwerpen waar ik over kan praten. Maar goed, we gaan hier eerst naar binnen toe. En dan zien wij dus, zeg maar, een heleboel gefladder. Well, have you discovered the cause of the Great Valu's anger? Ah, so you are Stefan, are you? Quill has told me all about you. A troubling tale indeed. I insisted you let us know if there's anything we can do to help you. We shall do everything in our power to assist you. However, in the meantime, we have a problem on our own to deal with. When you arrived on the island, did you notice a raging dragon perched on top of the mountain? As you can see, we of the Rito tribe are profoundly connected to the sky. We make our livings on the airways. We do so by graces of the sky spirit Valu. When a Rito reaches adulthood, he or she journeys to the top of Dragon Roost to receive a skill from the great dragon. It is his skill that enables the Rito to grow his or her wings. Recently, however, the once gentle Valu has grown violent and unpredictable. Sadly, we can no longer approach him. If this continues, the Flightlings, who are FH, will never be able to receive any skulls from Valu or Dragon Roost. They will remain wingless, and in time, our very way of life will be threatened. As chieftain of the Rito, my first responsibility is to solve this problem. My apologies, but I must ask you to wait for our assistance until this is done. Will you do so? Chieftain, what do you think the consulting Stefan regards of your son, Prince Kamali? As you can see, Stefan is a challenged young lad. I feel certain that Prince Kamali would open his heart to him and speak freely of his fears and worries. That may be. Let me be direct. My son Kamali is of age to earn his wings, yet he is weak in some ways, and in light of current situation, he may just give up on ever getting them. What say you? Will you share some of your courage with my son? Say I! Will you meet my son? I! Okay. I thank you. We shall do our best to solve our problems as quickly as possible, so that we can better help you with yours. I have something I wish you to give to my son. A young girl named Medley is holding it for me. Would you find her and take it? I am counting on you. Okay, zal wel goed zijn. Doei. Here, Stefan, take this with you. Who knows, it might come in handy. We kregen een postbodenzakje! Joepie, dan kunnen we brieven in een postbodenzakje doen. Omdat waarschijnlijk zijn we te lui om gewoon één brief ergens anders vast te houden. En hebben we daar een hele tas voor nodig. Dus ja, in ieder geval, in the meanwhile. Do your best to aid Prince Kamali. Ja, dat zullen we wel doen. Dus een heel mooie voice actor. Maar dan had ik eigenlijk best wel zin in. Want ik heb even, ja, dankzij Ninwezen. Die had mij een videootje gestuurd, zeg maar, van video's, of ja, voices van vroeger. Stemacteurs van vroeger. En natuurlijk zit Paul van Gorkum erbij. En ik, ik zat die voice actors te luisteren. En ik dacht, ik ben eigenlijk, dat zijn de goede voice actors. Zo ken ik ze weer, zo horen ze te zijn. Maar goed, er is hier eventjes een sidequest die we eerst heel eventjes willen gaan doen. Wij gaan post sorteren! Laten we een videogame spelen. En als postbode, dan denk je echt bij je eigen van, why the hell zou ik dit spelen? En maakt niet uit. Als postbode zou dit niet zo leuk zijn, laat ik het zo zeggen. Dan doe je dit iedere dag en dan moet je het tegen een keer een videogame doen. En er zit niemand op te wachten, maar laten we het maar gewoon gaan doen. Oh, excellent, that's good, but further baba. Ja, ik ga jou geen voice geven, want ik ga gewoon uitleggen wat we gaan doen. We krijgen dus een papiertje met een icoontje. En dat icoontje dan moeten we dus pleuren in een van die vakjes. Dus er zijn 6 verschillende icoontjes en we moeten er dus zeg maar zoveel halen. Ja, zo moeten we er halen. Dus we moeten de 10 letters moeten we nou dus doen. Oké, nou, concentratie. Oh, ik faal al gelijk.
Oké, ik ben hier heel even stil bij, want dan kan ik even concentreren. Dit werkt beter met de D-pad. Goh, dit is interessante audiocommentaar. Nou ja, de eerste keer is nog niet zo belangrijk. Maar ja, het is dus zeg maar dadelijk de bedoeling dat je dus 25 brieven in één keer zeg maar binnen de tijdslimiet kan doen. Dus zoals wat ik nou net heb gedaan. Maar ja, dit moet je dus een paar keer doen, want nu begint hij dus 25 letters. Goed, daar is hij nog niet eens enthousiast over. Maar ja, nou moeten we het dus nog een keer doen. Wat leuk. Dan krijg je maar heel weinig roepjes, maar als je het dus nog een keer doet, dan zegt hij, we're ready for work, ja. En als je dan 20 brieven krijgt, dan krijg je dus zeg maar meer. Dus, oké, laten we eens kijken hoe we mijn record kan verbreken. Dat zal wel heel erg grappig zijn. Ook al doe ik nou audiocommentaar er eventjes bij. Ik ga het gewoon proberen met audiocommentaar kijken of ik de 25 weer kan halen. Ik bedoel, ik heb tot nu toe nog geen screw-up, dus dat is alleen maar gunstig. Dus dat is geen enkel probleem. En ik blijf hier gewoon nog heen praten, terwijl dat ik dus zeg maar hier aan het focussen. Ah, screw up! Tot ik hier dus aan het focussen ben op al die icoontjes wat we dus moeten doen. En het gaat op zich nou heel erg soepel, ook al hebben we één screw up. Screw ups die tellen op zich niet, die tellen gewoon niet mee. Dus je kunt zoveel screw ups maken als dat je eigenlijk zelf wil. Dus op zich is er geen enkel probleem. Nou, ik heb er al 27. Nee, ik word steeds beter. Splendid, super. En nou gaat hij dus zeg maar vragen of je het nog één keer wil doen en of je dan de legendarische 25 kan doen. Want dat lijkt legendarisch te zijn of zo. Ik weet het, het is een beetje saai om dit drie keer zo te moeten gaan doen. Maar ja, aan de andere kant, je krijgt er heel erg veel rubies voor. En het is nog belangrijk voor een sidequest die dus zeg maar veel later plaats gaat vinden. En een screw-up alweer gelijk. Nou, ik ga gewoon eventjes kijken of ik die 25 nou kan halen weer met audiocommentaar. Dat zal wel heel erg geweldig zijn. Misschien kan ik mijn 27 zelfs nog eventjes improven tot ik beter word dan 27. Oké. Het ligt er ook wel een beetje aan, zeg maar, welke kaarten dat je krijgt en of ze ver van elkaar liggen of niet. Dat je dus, zeg maar, vaak makkelijker kaartjes neer kan zetten. Hoppakee. 29! Hier, ik word steeds beter, zelfs met audiocommentaar. 29 letters! Je bent geweldig! Ja, nou, dankjewel. Dus, nou, krijgen we dus, zeg maar, heel veel geld. Want we krijgen dus 3 letters per, of ja, 3 roepjes per letter. Mij weer in het omdraaien, dat doe ik altijd. En dan krijg je dus een totaal van 87 rubies. Hé, hey, nou, 7, ja, ik ga hem onthouden. Want je bent legendarisch nou, want je hebt neer 25 letters gedaan. Omdat wij allemaal lui zijn. Laten we het daar maar gewoon op houden. Zijn gewoon zo lui als maar zijn kan. Nou, dus met die side, of, met die side quest out of the way, moeten we dus heel eventjes naar Medley gaan praten. Nou, Medley, die zat dus... Die zag ik net hier. Hallo, Medley. Wow, you really do have green clothes and a strange shaped hat. You're Stefan, aren't you? Oh, me? I'm an attendant on the Great Sky Spirit Valoo. My name is Medley. Ja, daar waren we al achter. Well, to tell the truth, I'm not an attendant quite yet. I'm actually still studying to be one. Oh, what am I thinking? Here, this is from the chieftain. Stefan, if he wants you to give this directly to Prince Kamali, so please do so. And I screwed up my line because I'm still... In training. Nou ja, we hebben in ieder geval een brief gekregen. Dus dan mogen we het beste werk ooit doen. We mogen de postbode uit gaan hangen. De roomway in de back of the floor. Ja, komt wel goed, Medley. Medley, shh. By the way, listen, Stefan. Hé, we gaan niet met listen bullshit beginnen. Want echt, nu serieus. Navi, daar heb ik nog steeds hoofdpijn van. I have a small favor I'd like to ask of you. Could you please come to the entrance of Dragon Roost Kyver and later? I'll explain everything then. Oké, als jij dat wil, ik vind het best, dus nou, dan gaan we hier gewoon naar beneden toe. En dan gaan we dus naar Komali, dat is dus een prins, dus ja. Ah, ik maak me een beetje zorgen, waarschijnlijk gaat hij dus dan niet zo leuk vinden. Nou, ik zal eventjes alvast de brief eventjes al gelijk klaarleggen. Nou, de telescoop hebben we op dit moment niet nodig. Selfie, ja, dat vinden jullie leuk, dus je moet ik gewoon blijven doen. En er komt weer een donkere lucht aan, en ik praat weer over het weer. Waarom dat ik weer over het weer aan het beginnen ben? En waarschijnlijk omdat we in het begin van de aflevering een weerbericht hebben gehad. En dat ik zei dat we een Windows 98 weer hadden. Maar goed, ik moet weer voor je zetten. Hallo! Hallo, speel jij daar lekker met je balletje? Dat klonk nogal fout, sorry. Who are you supposed to be? Ik ben een vriend. What do you want from me, huh? I don't want to talk to anybody right now. Nou, maar ik heb een brief voor jou. Kijk hier. Een brief. A letter from my father? Nee, geef me dat. Nee. Ik praat in één keer Nederlands. Oh, sure. Telling me to be brave is easy enough for him. It's not like he's the one who had to go through that horrible experience. It's not like he still has to get a skill from Valoo. You're in this letter too, you know. Poking your nose in other people's business? You're nosy, aren't you? Sorry, but I really don't feel like going to see Valoo right now. I mean, how am I supposed to get a skill from him when he's so upset?
What? Are you trying to say that you can't fall down? Seriously, that's just a big fat lie. It's easy to... I'm sorry. Yeah, live voice actor. Leuk, joh. It's easy to say you can do anything. Bragging doesn't cost a thing. I'll tell you what. If you can find... If you can find me... Die gaat echt goed. Leuk, joh. Ah. If you can find me someone who can get past all the obstacles on Dragon Roost to get to Valoo, then I'll listen to anything you say. Nou, oké okay dan. Ik had een beetje problemen met jouw stem. What? Oh, this? It's strange. Holding this calms me down. I forget all the bad things. It's so pretty, isn't it? It's called Din's Pearl. My grandma gave it to me. My grandma used to be Valoo's attendant. Well, she was the only reason, the only person on this island who understood Valoo's language. Oh, grandma, if she were here, I know she could calm Valoo down. I just know it. But my father and the rest, no matter how hard they try, they'll fail. I know it. No one else can calm Valoo down. It's impossible. What is it, huh? Listen, you can stare all you want, but I'm not giving this to you. This is my treasure, you understand? I'm not going to just hand it over to some do-nothing guy, am I? Heb ik ooit gevraagd of ik dat ding wou hebben? Oké, okay, ik heb hem wel nodig voor later, maar echt serieus. Maar ja, Komali, weet je, we zitten hier in het jaar 2014 en selfies... Nou, ik wil niks dat jij daar iets mee doet, ik wil met jou op de foto, dus... Selfies, dat is nou tegenwoordig een ding. Dus ik ken een keer een beetje zo. Ja, ik wil eventjes een selfie. En jij bent nogal vervelend. Dus daar gaan we hier even een selfie van maken zo. Ja, echt, ik ken er niks mee. Ja, ik heb ze liever later in kleur, maar dat komt later wel. Dat hoeven we ons nou nog niet echt druk over te maken. Dus we hebben onze eerste selfie genomen. Yay! Oké, ja, ik weet dat ik ben veel te enthousiast voor deze aflevering. Ik weet ook niet waarom, maar... Wind Waker, het is niet een van mijn lievelings-Zelda games, maar ja, je kunt er toch een heleboel leuke dingen mee doen. En zeker met het voice acten. Ik heb, ja, na Skyward Sword heb ik weer heel veel andere games gedaan, omdat ik niet zoveel van dezelfde games eigenlijk zou willen doen. Maar de reden dat ik dus zeg maar deze heb gekozen is omdat er is zoveel geheim mee te maken. En nou dat ik er eigenlijk over nadenk, er is nog geen één in HD grap gemaakt. Nog geen één. Ja, nou met deze dan weer wel meegerekend, maar... Serieus! Ik bedoel, ik was zo enthousiast aan het praten over alles en nog iets wat is. Dus ik ben er helemaal niet aan toegekomen om nog één HD grap te maken. Dus ja, sorry daarvoor. Het spijt me zeer. Misschien was het wel wat beter geweest om dat toch wel beter te doen. Dan zit ik eventjes te denken waar ik ook alweer naartoe moet. Want ik moet dus naar daar moet ik heen. En dan moeten we dus zeg maar Medley weer... Vind ik wel grappig dat Komali die zegt dus tegen ons dat wij onze neus niet in andermans zaken moeten steken. Weet je wel, want we are nosy. Net zoals Voldemort. Maar aan de andere kant, Medley, dat klinkt nogal een beetje als een naam die zich overal in meddelt. Oké, sorry, dat was gewoon heel erg slecht. Sorry. Maar goed, hier moeten we dus zijn en we zien dus hier zeg maar een paar bomflowers die dus zeg maar uitgedroogd zijn. Waar we dus helemaal niks mee kunnen doen. Dus laten we maar eens heel eventjes gaan kijken of ik Medley's stem nog een keer goed kan doen en niet een totaal andere stem in één keer geef. Hey, you actually came! I'm really sorry for bringing you to such a dangerous place. I had to! I wouldn't have asked if I didn't need help desperately. You see this place? There used to be a spring here, surrounded by a beautiful pond. It was peaceful and lovely. But then the great Valoo, he became so angry and... In his race, he shook the mountain and this boulder crashed down, plugging the spring. You can see the result. Oh, but where's my mind? Tell me. How was Prince Komali? Nah, hij was nogal een beetje een douche. Oh, that doesn't sound right. Not at all. I may partially be to blame for the bad turn to Prince Komali taken. See, Prince Komali's grandmother was the great Valoo's former attendant. Daar waren we achter. She was an amazing woman. I was honored to have her as my teacher. She was kind and brave and unsurpassed in her dealings with the great Valoo. I'm not yet worthy of being mentioned in the same breath as her. If only I possessed some of her strength, I'm sure Prince Komali would have felt more secure. Stefan, I'm sorry to ask you this, but I need your help. I want you to go...
I want to go to the small shrine that's near the peak of Dragon Roost, but that ledge over there is so high. If I could get some wind under my wings, I'm sure I could get up there. So, will you help me? Sure. Yeah, thank you so much. Okay, pick me up. And then face the ledge and toss me. And when the wind is blowing the correct direction, then throw me. Otherwise I'm going to see stars and do funny things. Okay, ja, het zal wel goed zijn. Hoog pitch stemmetje, leuk man. Dus wat we moeten doen is we moeten wachten tot de wind er zeg maar goed staat en dan moeten we dus schreeuwen. Dus heel erg simpel gezegd, de wind staat nou goed, maar ja, op het moment dat ik nou zou gooien zul je net zien dat de wind dus gaat verplaatsen van een andere richting. Dus dat schiet niet zo heel erg op. Dan gaat hij tegen het raad, dan gaat hij eigenlijk naar links of naar rechts. Een van die, ja hoor, daar gaat hij al naar rechts. Leuk. Sorry, ik kreeg wel van de poeder in mijn neus. Ah, waarschijnlijk ben ik er allergisch voor. Dus wind, kunnen we alsjeblieft heel eventjes de goede kant op gaan? Ik bedoel, ja, we kunnen Piet Paulus maar nog een keer wel vragen, maar het slaat nergens op. Oké, je bent er. Oh, thank you! I think now I'll be able to climb Dragon Roost and meet up with the Great Faloo. Don't worry, I'll be fine. I may just be an appreciated attendant, but I can understand some of the Great Faloo's language. I'm not exactly bursting with confidence, but... Look, if everything happens to me, please look after Prince Kamali. This is all I have to give you. I know, it's not much, but please take it. En we krijgen onze eerste empty bottle. Empty bottles die zijn geweldig om water te vast te houden en andere dingen. Tot hij hier zegt, dus... Oh, and please don't tell anyone I'm climbing Dragon Roost. It will be a secret, okay? Well, good luck to both of us. Waarom to both of us? Dit is dan stille hint. Nou, maakt niet uit. Maar glazen flessen die zijn dus heel erg bullen. Ah, verdorie, die poeder die is irritant. Glazen flessen die zijn dus heel erg belangrijk. En tot je er water in kan doen, dat is eigenlijk een stille hint. Dit wil dus zeggen dat Medley al de hele tijd een glazen flesje bij zich had. En dus een klein beetje water kon pakken. En dit dus eigenlijk totaal zelf kan doen. Hierbij rest mijn conclusie tot Medley nogal een dombo is. Sorry Medley, maar je bent gewoon dom. Daar kunnen we niks aan doen, kunnen we niks aan veranderen. Wat je wil doen is je wil dus hier ploep, ploep. Wil je dus zeg maar een bomflower, wil je dus zeg maar zorgen dat het niet meer zo droog is. En dan wil je bommen in het water gooien. Boom! Probleem opgelost, had Medley ook kunnen doen. Maar Medley is te dom. Dan blijf ik het gewoon ophouden, Medley is gewoon te dom. Dus. Ondertussen is daar weer de spring is weer terug. We hebben nog steeds van die stofdeeltjes. Dus echt zo mooi als dat zijn dat het eruit vindt. Is het nog steeds niet. Dus ja. Wat we dan maar doen. Is nou dat we dus zeg maar hier een soort van brug van water hebben. Omdat we daar dus nou naartoe kunnen zwemmen. Kunnen we dus hier zomaar terechtkomen. En kunnen we dus waarschijnlijk hier naartoe. Nou, dit is dezelfde plek als waar Medley is geweest. Hoe is Medley hier voorbij gekomen? Mag ik daar alsjeblieft een antwoord op? Volgens mij is het gewoon in de lava geflikkerd. Maar weten we dat niet. Oké, dus je wil dus zeg maar bommen in die vazen gooien. Als je daar nog niet achter was. Nogal wie dus eigenlijk. En zo maak je dus zeg maar een brug over de lava heen. Indiana Jones stijl. Naar de eerste tempel. Tan tan tan. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dragon Roost Cavern. Dit is de eerste tempel, de officiële tempel van The Legend of Zelda, The Wind Waker, met de Forsaken Fortress niet meegerekend. Om deze tempel te zien, vraag ik jullie vriendelijk om te wachten op de volgende aflevering, die morgen geüpload zou worden. Voor de mensen die vragen hebben over waarom dat Minecraft niet is opgenomen, daar kan ik heel erg simpel over zijn. Minecraft is op dit moment niet opgenomen omdat we nogal een hele drukke tijdschema en alles hadden op het moment van de opnames. Dus nogmaals mijn excuses daarvoor. Ondertussen heb ik ook namelijk een heel erg mooi nieuw rolgordijn in mijn studio hangen. Wat ervoor zorgt dat we dus zeg maar geen zonproblemen meer hebben. En daar heb ik mijn lieve moeder voor te bedanken. Dankjewel mam! Yay! Dus ja, ik dank jullie allemaal voor het kijken en hoop jullie natuurlijk te zien in de volgende aflevering die gewoon morgen geüpload zal worden. En dan, ja, ik weet het, een aflevering op zondag van de Wind Waker in HD. Schokkend! Oké, zo ja, ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien dan morgen. En bedankt voor het kijken, laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En heb je een leukste momentje, laat dat natuurlijk weten in de reacties beneden. Dus als je daar tijd voor hebt. Ik zeg dat elke keer. Dus doei! La 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 la.